Een tijdje terug vroeg Linda mij hier iets te zeggen en toen zei ik heel spontaan ja. En waarom ja? Omdat ik het werk van Linda waardeer. Omdat ik vind dat ze fantastische projecten hier in Tilburg wegzet, steeds verschillende plekken. Ik zei ook ja toen ik hoorde Kunstpodium T, omdat ik vind dat hier allerlei spannende dingen gebeuren, echt een soort vrijplaats. En ik zei natuurlijk ja, omdat je ego gestreeld wordt als je gevraagd wordt om een opening te verrichten. Dus ik zei zomaar ja, zonder na te denken. En pas achteraf vroeg ik me af, waar heb ik eigenlijk ja op gezegd? Te meer omdat Spinoza de mensen waarschuwt dat los van ons streven naar rijkdom en naar zinnelijk genot, met name het streven naar je eigen ego strelen, een van de dingen is die al snel frustratie oplevert. In een boek wat heet Lof der Langmoedigheid geeft hij aan dat kunst eigenlijk geen frame nodig heeft. En het irriteert hem dat er te veel mensen in dat frame inmiddels een rol spelen. Kunsthistorici, kunstcritici, verzamelaars die als een soort hoge priester de mensen vertellen wat ze van kunst moeten vinden, wat kunst is, in welke context iets pas als kunst kan functioneren. Hij verwerpt die gedachte. En ik ben het eigenlijk wel met hem eens. Het doet me ook denken aan een andere tekst die ik ooit heb gelezen van Luciano Fabbro, die van een tentoonstelling zegt dat een tentoonstelling eigenlijk niet meer mag zijn dan een feest voor de kunst. Een feest ter ere van de kunst. En dat feest is alleen eigenlijk afhankelijk van de mensen. Van de kunstenaars, van de bezoekers, van de curator. Eigenlijk niet afhankelijk van de kunst, want de kunst is alleen maar de aanleiding. Het zijn de mensen die dat feest moeten vieren. En voor dat feest hebben ze geen woorden nodig, maar eigenlijk alleen maar moed. Moed om de kunst te eren. En die moed bestaat voor een groot deel daarin dat je tijd neemt. Tijd om te kijken. Dus wat ik wil doen is deze tentoonstelling openen door er niets voor over te zeggen, maar u vooral tijd te gunnen om te kijken. Daar laat ik het. Wauw. Ja. Ik ben Linda Arts. Ik ben vorig jaar begonnen met het initiatief PIT. PIT staat voor Projectinitiatief Tilburg. PIT is een zwervend initiatief wat tentoonstellingen maakt of projecten organiseert met internationale en misschien volgend jaar ook nationale kunstenaars die werkzaam zijn in het gebied van abstracte kunst. Ik probeer het zo breed mogelijk te houden, dus niet alleen de schilderkunst, maar ook de beeldhouwkunst of de site-specifics die vooral erg interessant zijn voor de buitenlandse kunstenaars. We hebben een heel goed jaar achter de rug en ik hoop nog een aantal leuke projecten te mogen maken. The exhibition is called Wieder fünf Deutsche, Again fünf Germans. That is why there was an exhibition in the 80s in Amsterdam with five German artists, and it was the same kind of number, four men, one woman. And this time it's the same, four men, one woman. And we didn't know before, but then we took this idea and repeated it. My name is Dag, and I'm a German artist from Berlin. And we do this show in PIT in Tilburg right now. We have five German artists. And in the background you see my work. And as you see, I like to work with geometrical ground figures. It is sometimes dots or circles. And here you see triangles. I combine them and use them to create paintings. As you can see, my world is full of patterns. I found this piece and it reminded me to the work I'm doing, because in here the ground structure of this material is also squares and little patterns. So I used this and reframed it and put another color underneath, and it's done already. It's painting.
This piece on the wall you see is from Max Breuer. He lives in Cologne. And he filled the whole wall with words and a constructive piece in black and white. The words are black and white Olympus, and the letters make so much of the picture itself that it's going very strong with it. And it's the red color is just a bit shining, and the black color is very flat, so there's another difference. And through the change of black and red, it's very hard to read it. So it's very aggressive but strong. In this room you see the work of Sebastian Freitag. He lives in Düsseldorf, and he reacted to this place mostly of us, because he used parts of the facade outside and reflected it in the room. And you see screens of marble in series and black elements on canvas, and it looks like a decoration piece. So it's very confusing in the first way. That's why it's not really painting and not really decoration, something in between. In this room we have the work of Guido Münch. He's also from Düsseldorf. And as you see, he likes to use logos and things that are also taken by pop art artists. And he combines these logos with the word, and the word has a very open meaning, and the word zone functions in German and Dutch and in English, and you have a very quick association. Everybody maybe himself, but most of these associations might turn around danger and stuff like that when you see this logo. Situations you were in, maybe, or you get irritated, that's what she wants.